naar Peter U op YouTube. Hij is de pijl van de stad. Is jouw vuurwerkkanaal. Kijk gezellig mee. Hey, en dan gaan we met de afsluiten. Beginnen, nee, jongens, we hebben hier. Hoe mede, Pyro's? Hey. Ha? Hey. Hoi. Welkom bij een nieuwe video van 5 minuten. Het is gelukt. In deze video gaan we. Ja, stoken. Ja. Gewoon klein spel, leuk spel, lachen spel. Compounds, pijlen. Tunt Kings? Nee. Nee. Leuke dingetjes? Ja. Ja. Kruid snuiven. Dat is weer vreemd. Nou, dit is niet vreemd hoor. Als je zo'n rookwolkje hebt, even lekker zo. Oké, moving on. Veel plezier om te kijken. Oké, gooi een duimpje omhoog als je houdt van stookvideo's. Als je van, nou, van onze houdt hoef ik niet te zeggen, maar als je gewoon blij bent dat het vuurwerkseizoen weer begonnen is. Dat is oké. Ja. Eet een oliebol en geniet ervan. Veel kijkplezier. Wat wij, hallo. Hey. Nee, niet op de foto. Hi. Dag. Hi, schat. Oh. Even hoi zeggen. Oh, die vind ik leuk. Kijk hem. We hebben een hondje. Oeh, ik zou niet eten, schat. Nee, niet eten. Niet eten. Ga naar Maasje. Niet eten. Ga naar Maasje. Doei. Oh, hoor je dat? Ga hem pakken. Dag. Ja. Nee. Gezellig. Doei, je moet gaan. Dag, dag. Kom, we lopen op die kant. Misschien gaat hij dan met hem een baantje mee. Kom. Let's go. Pak ze. Who let the dogs out? Go. Hoppa. Hij filmde niet net. Nu wel. Jawel. Oké, medepyro's. En dan komt er even een hond langs. Maar dan wachten we even met het gestook. Wat een cutie. Heftig bezig zijn, maar dat is toch wel netjes. Ja. Yeah. Maar hij wou bij ons blijven. Gezellig zijn we. We hebben het uit een doos gehaald. Volgens mij is dit zo'n knetterrotje, super simpel, een paar kleurtjes met knettertjes. Ik zal niet zeggen spectaculair, maar alleen het blondje aansteken met wat kruiddampjes, geurtjes, is al leuk. Het is herfst. Als het goed is, moet mij niet vergissen. Nou, spectaculair! Had ik niet willen missen. Dan gaan we gelijk door, want we hebben verschillende knetterbrillen. Oké. We hebben een groene knetterbal, een blauwe en een roze scheidknetterbal. Dus we beginnen met de... Ja, die roze is goed, is niet zo hard, dat bedoel ik. Oké, maar hij is wel leuk, hij is roze. Even kijken. Ja. Komt er net uitzetten. Dan de groene, dat is echt zo'n originele. Yo. Originele die we altijd, dat was vroeger gewoon waar ze mee begonnen, de groene toch? Ja. En de groene geeft het op. Nou, dat. Next, dat kan ik niet gelijk pakken. We hebben wel honden daar, zullen we even wachten? Oké. Of is het ver weg? Ja, is te ver, goed. Ja? Ja. Kijk, die hondje, in de verte. Nou. Nee, hij is aangelijnd, is geschud. Oké, dan hebben we dus nu de blauwe. Dan gaan we kijken of de blauwe het wel doet. Pew! Ik heb hem extra hoog in de lucht gegooid. Oh, die zijn denk ik van Funke. Die zijn denk ik van Funke. Dat denk ik ook. Want die was, dat was echt, zo goed heb ik heel lang niet gezien. Heel erg lang. En dan hebben we hier nu nog een, wat is het? Het is die groene. Gaat hij wel doen, ja. Kut. Oh, ook niet slecht. Eerlijk? Ja. Niet slecht, hè? Nee, maar... Maar die blauwe was het beste. Ja. Oké. Van de roze, de blauwe en de groene is de blauwe de winnaar. En ik denk dat dat Funke was, want die zijn toch wel leuk. Jekker! Inmiddels, we staan op een best wel open locatie. Dat je denkt van, nou, hier hebben mensen geen overlast. Er zit af en toe eentje hier te kijken, maar ik heb nog niet gehoord van, hoi, wat is nou weer? En het is toch allemaal... Het is allemaal kat 1, maar om nou echt op een weiland te gaan staan, omdat je kat 1 wil, dat vind ik echt een beetje too much. We hebben hier... Weet je dat nog laar? Een toepie! Ah, oh, toepie! En een toepie geeft witte vlammetjes en uiteindelijk een knettertje. Maar die waren het leukste van die kat 1 wat we hadden, toch, toepie? Ja. Dan gaan we even een toepie doen als de mensen die er aankomen fietsen voorbij zijn. Ah, maar even toepie. Oké. Misschien mag je wel wat dichterbij komen als je wil, anders dan krijg je het helemaal niet op beeld. Als het goed is, ja. Oké,
deze knettert tenminste. We hadden ook een keertje dat ze niet echt knetterde. Ja. Oké, dan gaan we eens even kijken, jongens. En ik zie nu de reacties alweer verschijnen, hoor. Van, daar heb je ze, categorie 1 helden. Of, maar weet je... Dat is gewoon cool. Het is gewoon leuk. Het kan. En je kan niet het hele jaar door compounds afsteken. Of, ja. Daar, dat is ook niet leuk, want dan haalt het de pret van oud en nieuw af. Nou, hey. We hebben hier een rode... Een rode pilikrekker. Pilikrekker. En een gele. Ik zie hem niet. Daar. Het is meer zo'n... Nou, hoe noem je dat? Zo'n... Ik heb er moeite mee, knetter. Een pilikrekker. Ja. Nou. We hebben een gele en een groene knetterbal. Die gaan we even snel achter elkaar neergooien. En dan zou je het verschil zien van de gele. En dan 3, 2, 1, de groene. Ja. Komt die. Oh. Groene zijn toch wel fel, daar hebben we toch wel aardig wat van. Ja. Volgens mij, er komen mensen achter ons aanlopen, dus we stoppen eventjes. Ze komen niet achter ons aan, maar ze komen achter aanlopen. Maar ik zag een lachje bij de gezichten. Okay. Dus ik denk dat die het leuk vinden. We gaan even kijken. Ja, af en toe. Koekoe. Ja, koekoe. Koekoe. Hallo. Hoi. Film ze even. Nee. Ze vinden het leuk, ze zijn helemaal blij. Nee, oké. Gaan ze niet filmen? Privacy is geen ding. Oh, dat we hebben echt hier. Leuk. Ja, weet je nog die ringetjes? Nee, dat weet ik niet meer, maar die zijn echt heel cute. En die gaan ook heel schattig ronddraaien. Oh, jawel, dat en weet ik wel. Het ouderwetse grijze lont. Wauw. Maar kijk maar, we gaan heel schattig een beetje twisten. Zo, dat was Gerda. Gerda. Kijk, die gaan gewoon heel schattig ronddraaien, twisten. Nieuw! We hebben een keertje van Remco. Remco. Oké, okay. Hebben hier. We gaan even snel erdoorheen en dan was het toch weer leuk even stoken, even kruidsnerven. We hebben hier denk ik even een grondbloemetje. Oh, daar gaat het net een rotje. Grondbloem uit Frankrijk. Zo. Leuk. Grondbloem uit Nederland. Van GBV. Ik doe het niet na, maar hij doet het gewoon überhaupt niet. Nee. Jammer. Dan doe ik ook niet na. Dan hebben we een groene knetterbal. En die zijn sowieso leuk. Als je het gaat doen, hij is nog even moeilijk, laat het er moeilijk mee. Knetterlint. Gaat niet helemaal lekker. Ik denk dat hij de knetterlint aan gaat steken, maar ik weet niet zeker. Jawel. Ja. Ja, maar dit nu. Dit zijn gewoon stooksweren. Heerlijk. Nou, die knetterballen zijn niet heel enthousiast. Nou, volgens mij deed deze niet. Maar ik heb wel een trucje. Heb ik een trucje of niet? Ik weet niet. Huh? Ik weet niet of jij een trucje hebt. Ik denk het niet eigenlijk, want weet je wat het is? Ik voel me sexy als ik dans. Ja, ik heb wel een trucje. Nee, ik heb niet een trucje. Staat u dat te filmen? Ja. Oké, hier komt de grondbloem. En met een beetje geluk. Kijk uit, er komt nog een auto aan, Mitch. Oké. Laat je er al laag voor doorgeven. Ik ga... Oké, dit moet je dus niet thuis nadoen. Grondbloem, een beetje netjes is erbij. Ja, denk het wel. Nee, niet. Nou, oké, daar gaan we ook niks mee aan doen. Nee. Soms moet je accepteren dat iets niet gaat zoals het gaat, zoals je het wil. We hebben nog 2 fluitertjes. En dan gaan we op naar de finale. Ik doe de 1 hier. Ben je klaar voor, Laar? Ja hoor. En als deze klaar is, ga je naar de overkant filmen. Als hij klaar is. Oh, dat vind ik zo leuk. Oké, nou gaan we ons even opmaken voor de finale. Oké, medepyro's. Laar, ja? Deze heb ik een keertje gekregen. Dit zijn een soort laserballetjes. Laserballetjes? Ik vind het geen balletje. Nee, het is ook geen balletje. Maar wat doen die? Als het goed is, gaan ze keihard de lucht in. Okay. Met het geluid van... Nog een keer?
Nee. Oh, jammer. Ik was er klaar voor. Ja, ik weet niet of ze het goed doen. Ik denk dat dit ze zijn. Ik hoop niet dat ze onze kant op gaan. Nee, is goed. Ze gaan de lucht in. Dus ga jij maar een paar stappen achteruit. Dag. Als het goed is, heel leuk. Yo, ik sta in de modder. Ja, dat is goed hoor. Sta in de modder. Hallo, ga eens weg. Ik sta op veilige afstand, meneer. Naar beneden. Woehoe. Oké. Dat is echt zo vet, jongen. Je hebt er nog een, of niet? Ja. Ja. Zo vet. Kijk, jongen, rennen. Woehoe. Oké. Als deze nog te koop zijn bij Zenau, dan wil ik hier heel veel van. Dit is namelijk ook geen verboden vuurwerk. Dit is gewoon kat 1, dames en heren. Dit is geen kat 1, dames en heren. Dit is... Dat weet ik niet zeker. 1 of 2. Maar dus... het is superleuk. Zoef! Ja. Okay. We staan wel op te kijken. Ja. Hey, en dan gaan we met de afsluiten beginnen, jongens. We hebben hier een heerlijke... hoe noem je hem? Ork. Krekelingbom. Ork, krekelingbom. Ork, soep, eet je het met is hem? Een, kijk, het is een eng mannetje. Hallo? Met een vork. Nee, met een lepel. Lepelstukkel. Oh my god, ik dacht er gewoon in. Nee jongens, dit is een ork. Dit schijnt nogal heel erg leuk te zijn. Okay. We bewaren natuurlijk het leukste voor het laatst. Dus, nou, daar gaat de ork. Ork. Het is wel een groen eng mannetje. Je moet niet 's nachts tegenkomen. Nee. Ik vind het zo spannend, jongens. Nee, grapje. We gaan. Wait Ik heb deze nog nooit eerder gehad. Ren een beetje, ren! Oh, hij flikt er echt. In de lucht, hè? Oké. Dat knetterde wel heftig. Ik had je echt over dat ding zien vallen. Ik had hem eigenlijk hoger verwacht. Ja. Maar deze ging heel veel op de... Ja, nou ja, hij was wel heel vet. Ja, was cool. No pijn de party. Tot de volgende video. Later. Like, abonneer. En kom erbij bij onze community. Want we komen heel snel terug met veel nieuwe video's. Joehoe. Winkel bezoeken. Alles wat je kan bedenken. Joehoe. En die strijd voor de traditie. Oké, doei. Later. We kunnen nu nog even één keer genieten van onze nieuwe song. Vuurwerkverbod in niet hier. Ja. Yeah. En daaronder in de beschrijving zie je staan dat je ons je aan kan sluiten met een shirtje, met een trui, waar je ook vandaan komt uit Nederland. Want wij accepteren geen vuurwerkverbod. Never. Nee. Later. See you. Vuurwerk verbod niet hier. Haters blijven haten en stokers blijven stoken. Het is maar één keer per jaar. De mooiste traditie van Nederland. Oud en nieuw blijft van ons. No pero nobody. Strijd mee met pijlteam Utrecht. Oud en nieuw blijft van ons. Niemand pakt onze traditie af. Verbieden heeft totaal geen zin. Strijd mee met pijlteam Utrecht. Strijd mee met pijlteam Utrecht. Verbod niet hier. Haters blijven haten en stokers blijven stoken. Het is maar één keer per jaar. De mooiste traditie van Nederland. Oud en nieuw blijft van ons. No pyro, no party. Strijd mee met pyroteam Utrecht. We geven niet op. Oud en nieuw blijft van ons. Niemand pakt onze traditie af. Verbieden heeft totaal geen zin. Blijven haten en stokers blijven stoken. Het is maar één keer per jaar. De mooiste traditie van Nederland. Oud en nieuw blijft van ons. No pero nobody. Strijd mee met pijlteam Utrecht.
heel Nederland. En ja. Iedereen die dan een vuurwerkverbod wil, of die denkt, ah, wordt toch verboden, dan zeg jij, niet hier.